Ja, maar je moet maar hier, wat een wedstrijd vandaag hier. Ja, een heerlijke pot. Natuurlijk, je komt goed op voorsprong. Uiteindelijk maken zij nog de 2-1. Dat is natuurlijk heel erg zonde. Dan zie je ook dat het team een beetje, om zich heen loopt te kijken, gewoon een beetje moedeloos. Maar als je ziet dat we daarna de laatste 35 minuten hebben laten zien als team zijn, dat is natuurlijk alleen maar genieten. Ik ben blij dat we hier uiteindelijk met 5-2 begonnen. Ja, 5 goals en een thuiswedstrijd. Wat een luxe, man. Ja, dat gebeurt niet vaak hier. En hopelijk komen er nog heel veel doelpunten deze kant op. Alleen, als we dit blijven presteren als team, dan ben ik van overtuigd dat er nog heel veel doelpunten gaan vallen hier. In het begin van de wedstrijd vond ik wel dat de spanning er wel op stond met jullie, dat je dat wel kon zien. Ja, ik denk aan beide teams. Je zag heel veel slordigheden, je zag dom balverlies. Alleen op een gegeven moment hoop je dan, als je de 1-0 maakt, dat het wat makkelijker wordt. Alleen dat gebeurde niet. Ze maken snel de 1-1. Maar uiteindelijk, als je ziet hoe we als team hebben gepresteerd, is natuurlijk genieten. Jullie waren in de eerste helft wat dominant, vond ik. NAC speelde echt reactievoetbal, hè? Ja, ze kwamen hier ook denk ik niet echt om een wedstrijd te spelen. Want je speelde ook met 5 verdedigers, 5-3-2. En veel inzakken, veel ruimtes eruit halen. Alleen daar moesten wij mee omgaan. En dat hebben we uiteindelijk gewoon goed gedaan. En we zijn blij dat we gewoon 5 doelpunten hebben gemaakt tegen een team die zoveel verdedigt. En dan de 7e minuut van de eerste helft. Daar komt een bal van Lich Do aan. En daar staat daar die nummer 10 aan, heeft zich een honing. En die neemt die bal door de pantoffel. Jongen, ja, vertel het. Was dat die eerste reactie direct in één keer nemen? Ja, die bal komt en ik hou in en ik zie. En ik denk na van, moet ik hem aannemen of moet ik hem in één keer schieten? En ik denk van, ja, die bal komt zo lekker en hij daalt zo lekker. Ja, ik neem hem gewoon in één keer op mijn pantoffel. En hij valt er gewoon heerlijk in. En dat is natuurlijk geweldig voetbal, hè, die nummer 10. Ja, maar die goal die gaat de hele wereld over zo, hè? Ja, ik hoop het wel, zou mooi zijn, ja. Ja, en dat is ook weer een promotie voor jezelf natuurlijk. Ja, precies. Dat zou natuurlijk wel mooi zijn. Ja, wat gebeurde er bij de 1-1? Heb je het kunnen zien? Nee, ik stond best op een best redelijk verre afstand. Alleen, jij ziet natuurlijk een scrimmage eerst. En Mike de Wierik maakte toen een tackle en toen zag ik iemand vallen. Ik dacht eerst instantie, oh nee, het wordt een penalty. Maar gelukkig was hij er buiten en uiteindelijk ja. Via de rebound schiet Rosso even maar nog erin, dus dat was wel zonde, ja. Ja, maar is voor jullie ook gewoon heel onduidelijk in het veld, denk ik, doordat die VAR-beslissing weer. Ja, het is natuurlijk elke keer afwachten. Bij elke doelpunt zie je echt mensen om zich heen kijken van, is het een doelpunt, is het geen doelpunt, wordt hij afgekeurd. Dus dat is natuurlijk wel een beetje onzekerheid binnen de spelers alleen. Ik ben blij dat hij uiteindelijk wel 5 doelpunten heeft goedgekeurd. Het enige wat ik ook een beetje bij jullie spel vond, veel te veel hoge ballen. Heb je helemaal niks aan, hè, daarvoor in hoge ballen niet? Nee, ik heb er niks aan als we geen tweede ballen winnen. Maar als we tweede ballen winnen, dan kan ik natuurlijk vanuit daar weer goed doorvoetballen. Alleen ja, je weet wat voor wedstrijd het is. Zij spelen natuurlijk voor belangrijke punten en wij ook. Dus je kon wel zo'n wedstrijd verwachten. Alleen hoe we uiteindelijk de tweede helft veel tweede ballen hebben gewonnen, waardoor we konden doorvoetballen. Dat is natuurlijk alleen maar goed, ja. Dan komt 1-2. Ja, een fout van Sergio. Je mag je gewoon rustig zeggen. Kan een keer gebeuren. Maar hoe jullie dan veerkracht tonen om daarna weer 3 keer te scoren? Dat is toch geweldig? Ja, zeker geweldig. Sarah die maakt in het seizoen misschien... Afgelopen 4,5 jaar dat ik hier zit, heb ik hem bijna geen fout zien maken. Alleen ik ben wel blij dat we als team onze keeper in principe redden en uiteindelijk gewoon 3 punten hier houden. Dus, en hij bedankt ook heel veel spelers, dus dat is alleen maar mooi, ja. Deo Fijsio Zeefuik is verkozen tot de man of the match, maar dat had ook niet mag hier kunnen zijn. Ja, dat is iets aan de supporters, dat laat ik aan hun over. Maar ik ben blij met mijn 2 doelpunten en assist, dus ik ben blij dat ik mijn aandeel heb gezet. En dat we uiteindelijk 3 punten hebben, dat is voor mij het allerbelangrijkste. Wie man of the match is... Ja, dat is niet voor mij een groot issue. Dankjewel, jongen.